Hey jongens, bent ben Dennis, aka de NSK, en vandaag hebben jullie wat Call of the Ghost gameplay. En vandaag is wat free vooral gameplay op de map Flooded. En uh, het is op zich een best mooie gameplay, maar voor mij was het niet zo'n heel leuke gameplay. Of in ieder geval niet zo'n heel leuke herinnering hebben gedaan. En dat komt omdat het een camp strike veel is. En in het begin zie je ook een paar keer dood, en dat maakt het in principe niet uit, want je hoeft maar 25 kills te hebben voor een camp strike of 24 met Specialist. En je kunt het totaal 30 kills maken, dus uh, het zou in principe makkelijk moeten kunnen. Tenzij je bijvoorbeeld gelijk in het begin 6 kills maakt, dan ben je gelijk fucked, dan kun je hem al niet halen. Maar uh, dat is niet wat bij mij het geval was. Ik ga op een 23e ga ik volgens mij dood op een best lelijke manier. Ik, uh, ik had geen ammo meer, Er spannend iemand ergens uh, waar ik wist dat hij er was. En ik kon naar rechts lopen en ik loop tegen iets aan en ik ben fucked en ja, leuk, heel leuk en waar die aim trouwens vandaan kwam, dat weet ik ook niet. Maar uh, het is dus best een, uh, een genaaide gameplay en uh, volgens dat ik één keer dood ga, dan word ik daarna ook uh, gelijk drie keer gespankeld ofzo en dan zet ik het spel af want dan denk ik van ja, stik maar want daar heb ik echt geen zin in. Dat was zo'n onzin, want ook al sta ik eerst, dat boeit me dan op dat moment echt niet want ik was echt mad dat ik die cam niet had. En dat is dan nog niet ergste, maar als je daarna, daarna ook nog drie keer kaart gespankeld wordt. Dat, uh, dat is de druppel. Want in dit spel kun je volgens mij niet één keer doodgaan. Dat is niet mogelijk. Je gaat altijd gelijk drie keer dood of vier keer dood. En uh, één keer is gewoon bijna niet haalbaar. Want jij spant En er staan gewoon mensen al om het hoekje. Jij weet niet. En ik loop persoonlijk loop ik van mijn span weg. Er zijn mensen die gaan gelijk op een span liggen, campen. Of die gaan echt om de hoeken liggen, kruipen enen en shit, weet je wel. En ja, uh, dat doe ik niet. Misschien moet ik dat gaan doen. Dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Want uh, misschien is dat juist wel dé tactiek. Maar op het moment uh, ging dat dus niet zo. Maar in ieder geval wat ik het vandaag over hebben is over gratis DLC van Call of Duty Ghost. En iedereen gaat nou gelijk goed zitten van, hey, even aanschrijven, wat zeg jij? En ja, gratis C En um, ik zal alvast even zeggen, het is niet zo denderend, het is niet heel erg uh, fantastisch. Dus um, het, is, uh, ja, het is voor de kerst. Het is een uh, personalization pack. En uh, jullie weten misschien wel wat dat inhoudt. In ieder geval dat zijn dus dat je bepaalde dingen kan aanpassen, zoiets als camos. Dat uh, is uh, personalization en uh, het is een, uh, een kerstpakket. Klinkt heel stom, maar het is een kerstpakket. Ja, noem het maar gewoon een kerstpakket. En uh, <laughs> dat wordt sowieso de titel, dat klinkt zo ver. Nee, nou, is is een, uh, een gratis camo die je krijgt. Een uh, kerstcamo, die ziet er echt uit als zo'n zo ouderwets uh, gebreide trui, weet je wel. Een uh, player patch, wat uh, lelijk plaatje erop. Uh, een player card. Een uh, radical, dat is uh, zo'n sneeuw, sneeuwvlokje. Of een sneeuwster, of een sneeuwster, is een woord. nee, een sneeuwvlokje. <laughs> en een uh, player background. En dat is, uh, dat is alles wat je krijgt. En dat is allemaal gratis, dat is allemaal voor de kerst. Het is op zich leuk dat ze dat doen. Infinity Ward heeft dat al eerder ooit gedaan. En dat was uh, in Call of Duty 4, dat was op de PC. Daar was er uh, een speciale map, die heette... Um, volgens mij was dat Crash. Dat was een van mijn favoriete mappen. En op de PC hadden ze daar een kerstversie van gemaakt. Er stonden overal kerstbomen en, uh, en lampjes en uh, sneeuwstokken. Of sneeuwstokken, wat zeg ik nou weer? Zuurstokken. En weet ik wel, allemaal onzin. Dat zag echt super vet uit. En sneeuwpoppen, die ook nog eens. Dus dat was echt fucking vet. Ik vind het zo jammer dat ze dat niet meer hebben gedaan. Maar um, ja, in ieder geval, uh, dat was alleen op de PC. En uh, dit is op alle consoles. Wel is het zo dat ze eerst op de PC en op de Xbox 360 komen. En dat is natuurlijk die uh, speciale deal van Microsoft. En het is nog steeds een beetje balen, maar uh, ja, die paar dagen extra die kan ik dan ook nog wel wachten. En uh, deze DLC komt uh, gratis naar de Xbox 360 en de PC op uh, 12 december. En voor de andere platformen op, uh, op 18 december. Dus uh, zes dagen later komen ze naar de PlayStation 3, PlayStation 4. En trouwens, Xbox One weet ik niet. Want er staat echt uh, letterlijk uh, 12 december voor de Xbox 360 en de PC. Dus of er ook nog een Xbox One bij zit, dan weet ik niet of dat juist weer bij 18 december komt. Lijkt me heel onlogisch. En trouwens, uh, Xbox 360 is gelinkt aan de Xbox One. Dus hetzelfde als voor PlayStation 3 en PlayStation 4. Dus ik denk dat dat niks uitmaakt. Dus waarschijnlijk ook gewoon 12 december op de Xbox One. Maar in ieder geval Op de PlayStation 3 of 4 komt hij dus pas 18 december. En uh, misschien op de Wii of zo, ik weet niet of daar mensen ook nog op spelen. Dat lijkt me heel erg sterk. Maar in ieder geval, daar komt hij dus uh, pas de 18e uit. Dus we moeten iets langer wachten. Is wel balen, want het ziet er op zich wel grappig uit. Het is geen mooie camera, maar het is gewoon grappig dat het er is, natuurlijk. En uh, er zijn ook video's ervan te zien van mensen die die camera wel hebben gehackt, volgens mij of zo, ik weet niet. Maar uh, in ieder geval, uh, die kun je zien. Die ga ik niet uh, plaatsen, want dat is niet mijn video. Maar in ieder geval, um, verder is nog iets. En uh, dat is ook ongeveer hetzelfde. Ook weer een beetje personalization. En dit gaat over die guard dog in um, Call of the Ghost. En jullie weten wel, die hond, die verschrikkelijk irritante ho hond, ik was zo'n host. Die verschrikkelijk irritante hond die in mijn top 3 meest irritante dingen in Call of the Ghost zit. Want uh, ik heb er toevallig laatst iets over getweet. En dat waren 3 dingen die mij het uh, meest irriteren in Call of the Ghost. En dat waren um, Panicnivers. die kuthond en dat laatste was IED en dat is serieus ook echt het meest irritante wat er is in het spel daar ook weer een IED en ik had hem al gezien en ik heb trouwens hier op dit moment een uh, jacket nee geen flag jacket sorry uh, ballistic vest en die werkt enorm goed trouwens tegen IED maar wauw ik dacht dat dat ding meer health deed of gaf eigenlijk als het ware meer health gaf en dat is niet echt het geval want ik ben laatst toevallig twee keer gesnijd terwijl ik zo'n ballistic vest had en niet in mijn kop gewoon ergens uh, op mijn romp en uh, ik ben gewoon in één keer dood. Dus het was enorm irritant. En ik dacht echt van, what the fuck. Als enemies dat ding hebben, dan gaan ze gewoon niet kapot. Als ik een sniper heb, dan moet ik ze volgens mij nog tien keer snipen. Alleen als de enemy... Uh, het, nou, als jij het hebt en een enemy schiet op jou. Dan ben je gewoon binnen drie tellen dood. En het is gewoon onvoorstelbaar hoe snel het gaat. En ik, ik vind het gek. Maar in ieder geval weer terug even naar die hond. Want zoals ik al zei uh, over die hond. Er is iets speciaals voor die hond. En dat is dat er uh, een soort van... Uh, het klinkt al stom, maar een soort van camo pack... Is voor die hond. En um, ja, je kunt dus een uh, speciale pack kopen, en dan is die hond geen hond, maar dan is de wolf. Dus uh, die hond die je dan inkaalt, die guard dog, is dus dan gewoon een guard wolf. En uh, ziet er op zich best vet uit. Die kun je volgens mij voor 3 dollar kopen. Dat, dat is ook nog niet uit. Volgens mij komt die ook 12 december of 18 december of zo. En um, ik ben benieuwd, want dat zal het begin zijn van enorm veel andere dingen. Want in dit geval hebben we dan die camera die we gratis krijgen, en, um, en die hond. Maar persoonlijk denk ik dat we daar ook in de toekomst sowieso nog veel meer andere camo's gaan krijgen. Hopelijk weer dynamic uh, camo's, maar dat, uh, dat weet ik natuurlijk nog niet. En voor de rest, um, voor die honden, ik denk serieus dat er nog echt camo's komen voor die honden. Alleen ik hoop niet dat we daar ook, ook zo gek gaan doen dat we ook nog een chihuahua krijgen ofzo. En dat je dan daar weer kleertjes voor kan kopen en al die onzin. Want ik zag toevallig iemand die komen plaatsen en ik vond het zo geniaal. Ik denk, wauw, dat is echt, uh, ja, dat zou wel heel erg zijn. Maar sowieso, als er daar ook chihuahuas in zouden kunnen komen. En ik weet niet of jullie de chihuahuas kennen. Dat zijn honden die zijn enorm klaar. En hier zat ik vast. Ik weet niet of het kon zien. Ik liep tegen de keukenblok aan. Fucking annoying. hier zie je het waarschijnlijk wel. Ja, ik kon niet naar links. En hij. nog. ik schoot niet eens terug, leek het wel. Hier was ik al fucking met. Maar uh, in ieder geval. Uh, chihuahuas zijn enorm klaar de en honden. Dus als je daar ook die nog zou kunnen kopen. Die zou je niet eens zien lopen. Dat zou echt fucking oneerlijk zijn. Maar in ieder geval. Uh, ik denk ook dat er nog veel meer dingen komen voor jouw poppetje. Want jij kunt. Uh, op het moment kun jij. Uh, uh, verschillende kleding kun je kiezen voor je poppetjes. En zeg maar, helm en al die gear. En ik denk dat we die ook, ook in de toekomst allemaal uh, verschillende kunnen kopen. In ieder geval dat is eigenlijk alles wat ik het over wil hebben. En dan in speciaal over die, uh, die camera natuurlijk. Die, die kerstmis camo die we graag krijgen. En uh, hier zie je ik word alweer gekild. En ik span nog een keertje. En ik word weer gekild. En uh, toen werd ik mee. Dus uh, ik hoop dat je het leuk vonden En uh, tot de volgende keer. Je trouwt dat uh, zul je wel zien melding in mijn controller. Dan weet je al genoeg, mijn controller hangt eruit. Maar in ieder geval, tot de volgende keer en uh, houden we. Als laatste heb ik hier nog twee video's voor jullie. En uh, misschien hebben ze het nog niet gezien, dan kun je erop klikken en dan kun je ze bekijken. De bovenste is um, een Black Ops 2 gameplay. En dat is een Nuclear gameplay. En daarin heb ik het over het PlayStation Plus abonnement. Waar heel veel mensen nog niet precies van weten wat het nou precies is en hoe het, uh, hoe het is. En de onderste is uh, een GTA video van uh, vandaag ook al. En uh, dat is deel 2 van mijn Random GTA Madness. In ieder geval, als je nog niet gekeken hebt, dan zou ik zeggen: ga ze kijken. En uh, als je deze video leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. En als je nog niet geabonneerd, dan kun je ook altijd abonneren, zo dus blijf je up to date voor mijn uh, volgende video's. En uh, ja, tot de volgende keer, houden we.